Goedenavond. Welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. President Santokki gaat in op loonaanpassing. Seminar Apex Brazil met oog op investeringen. Stuurgroep Communicatie COVID-19 gaat over in taskforce vaccinatie en planning. Suriname intensiveert samenwerking met België. Veiligheid leerlingen en onderwijsgevenden achterland van cruciaal belang. En IGK zal bijdragen tot kwalitatieve verbetering van de defensieorganisatie. President Chandrika Persat Santokki is op 11 maart 2022 in de Nationale Assemblée breedvoerig ingegaan op de bezoldigingsverhoging voor de ambtenarij. Het onderhandelingsorgaan van de overheid en de gezamenlijke vakbeweging hebben op dinsdag 8 maart overeenstemming bereikt voor een loonronde. Het gaat om een tussentijdse verhoging van 6 maanden, waardoor de ambtenaren een positieverbetering van 20% zullen merken in hun salaris. Het staatshoofd benadrukt dat de loonaanpassing de staat ruim 100 miljoen SRD extra zal kosten. We zijn doorgegaan met ook de vakbonden te onderhandelen, overleg te voeren. Daar hebben we een clusterteam van ministers aangewezen. Er is een onderhandelingsorgaan. De vakbonden allemaal bij elkaar, georganiseerde vakbonden, maar ook vakbonden die individueel staan. Meneer voorzitter. En het resultaat is dat er overeenstemming is. Er is overeenstemming. Niet iedereen hoeft eens te zijn, maar er is overeenstemming. Er is understanding. Dat er sprake moet zijn van aanpassingen van salarissen van ambtenaren. En deze overeenstemming houdt in dat de reeds toegekende koopkrachtversterking, meneer voorzitter, van 800 SRD, houdt u dat vast? En de ondersteuningstoelagen van 1000 SRD, dat allemaal geïncorporeerd worden op bruto salaris. En dan gaan we daarop nog een verhoging geven van 17%. Gefaseerd, meneer voorzitter. De eerste fase is nu. En als iedereen eens is, en ik merk dat men eens is, een paar bonden daar gewoon nog nader overleg voeren. We gaan met iedereen overleg voeren, meneer de voorzitter. Maar als je van goede intentie bent, als je echt van het land houdt en je weet van waar we uitgekomen zijn en waar we naartoe gaan, dat je ook van het oogpunt van solidariteit een beetje moet meewerken. Dat onze mensen een beetje meer kunnen verdienen, meneer voorzitter. En op een moment, meneer de voorzitter, we meer krijgen als land, gaan we meer geven aan die samenleving. Zo zijn we. Dus deze verhoging, meneer voorzitter, werkt terug tot 1 januari 2022. En de uitvoering in zaken de terugwerkende kracht is als volgt. Eind maart, dus dit jaar nu, eind maart nieuwe bezoldiging met TWK over de maand januari. Eind april de bezoldiging en de TWK over de maand februari. De loonaanpassing kost de overheid totaal 85 miljoen per maand, waarbij niet alles is doorberekend, meneer voorzitter. Maar in elk geval zal het ongeveer 100 miljoen SRD per jaar extra kosten. Sorry, per maand. Wat zei ik per jaar? Sorry. Nogmaals, het zal 100 miljoen per maand extra kosten. Minister Financiën was al lang blij toen die orde per jaar. Meneer voorzitter, de loonsverhoging is in feite geen 17% als u alles doorberekent. Nou, de deskundigen hebben dat al doorberekend, meneer voorzitter. Als we alles doorberekenen, dat zijn de lonen van de laagste inkomens, want dat verwijt hoor je vaak. Ja, maar kijk naar die inflatie, die is 60% of die is 80%. Maar vanaf ons aantreden, meneer voorzitter, zijn de lonen van de laagste inkomens
zelf 200% hoger dan in januari 2020. Die laagste inkomens. Meneer voorzitter. De minister van Binnenlandse Zaken, voorzitter, is bezig met het vaststellen van de loonreeksen, zodat u zelf kunt zien al die loonreeksen, waar we waren en waar we nu zijn. Meneer voorzitter. Meneer voorzitter, we gaan verder met onderhandelingen. Zo is er ook een afspraak al gemaakt voor loonaanpassing per juli 2022 met bijkans 8%. En u hoort het, meneer voorzitter, gefaseerd. Als we meer hebben, geven we meer. Maar als we alles in één keer geven, moet u ook rekening houden met het risico van doorwerking van die maatregelen naar die inflatie, naar die koersontwikkeling, meneer voorzitter. Dat willen we niet. We zijn een verantwoorde regering. Meneer voorzitter, we gaan dooronderhandelen totdat volledige stabiliteit is bereikt. Totdat er voldoende groei is van onze economie. Totdat er ontwikkeling is met al die projecten die we gaan uitvoeren. Totdat er voldoende koopkracht is voor elke burger in het land, meneer voorzitter. En totdat er voldoende welzijn en welvaart zal zijn voor onze burgers. Sinds augustus 2021 is de stuurgroep Communicatie COVID-19 aangesteld om het ministerie van Volksgezondheid te ondersteunen, het ontwikkelen van de communicatiestrategie en het faciliteren van de COVID-19-communicatie waren hierbij belangrijke kerntaken. De stuurgroep gaat nu over in taskforce, vaccinatie en planning. Gezien de huidige COVID-19-ontwikkelingen, dalende cijfers van het aantal zieken en milde symptomen van de Omicron-variant, zullen de kerntaken van de stuurgroep worden aangepast. Tijdens een speciaal overleg tussen minister Amar Ramadien van Volksgezondheid en de stuurgroep Communicatie COVID-19 is vastgesteld dat per heden de leden overgaan naar de taskforce Vaccinatie en Planning. Dit om landelijk bewustwording te bewerkstelligen op het gebied van kindervaccinaties, COVID-19-vaccinaties en overige vaccinaties. Ook het bevorderen van een gezonde leefstijl bij de verschillende doelgroepen wordt hierin opgenomen. De stuurgroep bestaat uit Sunita Nananpande Gopisingh, de medisch directeur van 's Lands Hospitaal, Rakesh Gayadar Sukul, directeur van het ministerie van Volksgezondheid, Mark Sprenger, adviseur van het kabinet van de president, Javier Assin, NTC-coördinator en Angela van der Kooijen, communicatiestrateeg. Het ministerie van Volksgezondheid is de stuurgroep communicatie zeer erkentelijk voor de gedrevenheid en aanpak waarmee er dagelijks is gewerkt aan diverse uitdagingen in deze COVID-19-pandemie. In het begin van de pandemie is de start gemaakt om via massacommunicatie de burgers van Suriname te bereiken. Informatieverstrekking op diverse niveaus was noodzakelijk om het toedienen van vaccins op gang te krijgen. SuforSu en diverse actoren hebben er alles aan gedaan om alle burgers te bereiken, zodat de juiste keus kon worden gemaakt voor een vaccin. De stuurgroep Communicatie heeft dit proces gecontinueerd en de strategische visie van het ministerie van Volksgezondheid uitgewerkt en geïmplementeerd met de diverse actoren uit de samenleving. Op het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking is er op maandag 14 maart een presentatie gehouden door een delegatie uit Brazilië onder leiding van ambassadeur Rafael Azeredo, voortvloeiend uit het recente bezoek van president Jair Bolsonaro in januari 2022, is de Braziliaanse Trade and Investment Agency, Apex Brazil, momenteel op een driedaagse technische missie in Suriname om informatie en ervaringen te delen met het directoraat International Business van het ministerie van BIBIS. Well, thank you for this the chance to give this interview. We're very thankful to the Surinamese government for organizing this seminar.
This is the first concrete achievement that we're following through from the presidential visit in January from His Excellency President Bolsonaro. That is to impart our expertise in the functioning and the creation of a trade promotion and foreign direct investment agency. Because Suriname is, as you know, in the process of creating its own trade promotion agency, with the profile of the economy changing in the next few years to be an aggressive, I'm sure, exporter in the energy sector, as well as in the mining sector, which is already very much consolidated. Nou, vandaag zijn we in een seminar die we samen met Apex Brazil doen. Dit is een vervolgtraject en het is een resultaat van het bezoek van de president van Brazilië vorige maand naar Suriname. De bedoeling is dat wij capacity building doen, dat we lessons learned van Apex overnemen en waarschijnlijk toepassen op CITA. CITA is onze nieuwe investment, trade en promotion agency. Dit is eigenlijk ook een pre-launch. We gaan heel binnenkort een officiële launch doen van onze agency. En de bedoeling is dat wij connecten met alle ministeries, alle stakeholders. Zodat we weten wat we doen en dat we ook hun aan boord nodig hebben. Dit is niet een solo traject. Het is een traject die wij gezamenlijk moeten doen met de verschillende instanties, de verschillende ministerie. En hoe meer mensen op de hoogte zijn van wat we doen, hoe beter het traject gaat verlopen en vlotten. En ik denk dat zij ook de behoefte hebben om te weten waar we mee bezig zijn. Tijdens een kort bezoek aan het Koninkrijk België op 8 en 9 maart door minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking is de eerste stap gezet naar een intensievere en bredere samenwerking tussen de Republiek Suriname en het Koninkrijk België. Tijdens het werkbezoek heeft minister Ramdien namens de Surinaamse regering een Memorandum of Understanding, MOU, ondertekend met Sami Madi, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing van België. De MOU is voornamelijk gericht op het in goede banen leiden van het personenverkeer en het bevorderen van de samenwerking op het gebied van consulair en migratiebeleid tussen de twee landen. Het tekenen van de MOU werd ondersteund door een Surinaamse delegatie die in Brussel was op uitnodiging van de Federale Overheidsdienst van België. Deze delegatie was in België voor de technische uitwisseling op het gebied van bevolkingsregistratie, burgerlijke stand, arbeidsreglementering en arbeidsmigratie. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur geeft prioriteit aan de veiligheid van leerkrachten en leerlingen. Het departement heeft daarom besloten om alle scholen in het Boven-Suriname gebied vanwege de wateroverlast te sluiten. Alle 44 scholen in dit gebied zijn gesloten en de leerkrachten zijn naar Paramaribo gehaald. Het terughalen van de onderwijsgevenden is een weloverwogen besluit geweest van de departementsleiding. Dit heeft niet alleen te maken met de wateroverlast, maar ook met de onhygiënische situatie die er is ontstaan. Bij wateroverlast ontberen de onderwijsgevenden vaak ook schoon drinkwater en voeding. Enkele leerkrachten, onder andere degenen die in het gebied wonen, zijn achtergebleven. De groep die naar Paramaribo is afgereisd, is of per boot of met het vliegtuig vervoerd. De departementsleiding bekijkt nu mogelijkheden om onderwijs aan te bieden aan leerlingen die hiervan verstoken zijn. Er zal echter geen uniforme wijze van het aanbieden van onderwijs gehanteerd kunnen worden, omdat het gaat om ongelijke situaties. Per gebied zal worden nagegaan welke vorm van onderwijs aangeboden kan worden.
Er kan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van online lessen waar die mogelijkheid er is, of via lespakketten. Het algemeen doel van de inspecteur-generaal der krijgsmachten is het bijdragen tot kwaliteitsverbetering van het defensieorgaan. Luitenant-kolonel Lea Heinz-Paris, inspecteur-generaal der krijgsmachten, heeft daarover een uiteenzetting gegeven. Dit is gebeurd tijdens de maandelijkse persconferentie op maandag 14 maart op het ministerie van Defensie. De luitenant-kolonel gaf in het kort aan wat het voortraject van de IGK is geweest bij het invullen van de functie die enkele jaren onbemand is geweest. Verder is zij ingegaan op wat in de planning staat. Tijdens de persconferentie op maandag 14 maart 2022 heeft luitenant-kolonel Lea Heinz-Paris, inspecteur-generaal der krijgsmachten van het ministerie van Defensie, een uitgebreide presentatie gehouden over de werkzaamheden van de IGK en de verschillende inspecties die zijn uitgevoerd. In 2021 hebben we een aantal inspecties verricht. We zijn begonnen met de Centrale Wapenkamer. De wapenkamers te inspecteren. We hebben nog niet alles gedaan. Het werk wordt in 2022 voortgezet en mogelijk afgerond. In 2021 hebben we ook de voedingsketen gedaan. Het ging om leveringen vanuit naar de centrale keuken en de leveringen vanuit de centrale keuken. In 2022 zullen we ook verder nagaan hoe deze werkzaamheden verder plaatsvinden en of er verbetering heeft plaatsgevonden. We hebben verder geïnspecteerd. Luchtmachtbasis, marinebasis, alle krijgsmachtsdelen, de militaire politie, de landmacht, objecten, werkomgeving, personeel, materieel. In feite een totale doorlichting van de krijgsmachten. Het streven is om dit soort inspecties met intervallen van 2 jaren te doen. Waarom? Net als de minister daarnet aangaf, zaken veranderen. We hebben in 2021 die inspecties verricht. Toen we bij de luchtmacht aankwamen, vloog geen enkel helikopter. Vandaag de dag zijn ze in de lucht. Tegelijkertijd hebben we ook nog een enquête gedaan onder manschappen van het leger, om ook te weten hoe hun bevinding is over de organisatie. Net als wat de minister zei, ze doen hun werk, maar de omstandigheden waaronder ze hun werkzaamheden doen, zijn niet altijd optimaal. Dus in dat kader hebben we een enquête gedaan onder de manschappen. En we zijn ook van plan om in 2022 onder het kader, de onderofficieren, een soortgelijke inspectie te doen. We hebben ook verricht een inspectie op 1 detacheringspost, de Afobaka. De minister gaf het ook aan in haar toespraak. Het is nodig om tot standaarden te komen hoe een detacheringspost eruit zou moeten zien. Als u hier kijkt op de beelden, dan ziet u hoe de keuken eruit ziet. Wat u daar ziet op het eerste plaatje is de ingang en daarnaast die keukenrekken. Tijdens de gesprekken met de manschappen die op deze detacheringspost gestationeerd zijn, het is een detacheringspost van Afobaka. Ondanks de situatie, de omstandigheden, u ziet ook hier de rest van de keuken. Ondanks de situatie bleken ze heel gemotiveerd te zijn. En met heel veel plezier, kan je bijna zeggen, doen ze hun werk. We willen in 2022 ook deze gebieden, deze detacheringen aandoen. Heel mooie plaats, maar de omstandigheden van de militairen, zoals u ziet, zijn niet zoals het wezen moet.
Kijkers, we zijn gekomen aan het einde van Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.